Hallo allemaal, wij zijn terug met Kabappe en zoals jullie weten heb ik jullie gevraagd in de comments achter te laten welke spelers we gaan halen voor de laatste reserves natuurlijk. Ons team op dit moment is nog niet af. We hebben een basiself en het is best wel prima, het speelde best wel goed de laatste wedstrijd. Anthony de Goat, maar we hebben nog wisselspelers nodig, wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We moesten toch 9? Oh ja, wacht. We moesten er 9 inderdaad, maar we hebben gewoon niet meer spelers dan 7 voor op de bank. We hebben gewoon letterlijk te weinig spelers voor het team. Dus jongens, ik heb jullie gevraagd om jullie spelers, jullie favoriete spelers of de spelers die je zegt die we nodig hebben voor het team door te geven in de comments van de vorige aflevering. En laten we de randomizer erbij pakken. Jullie comments gaan allemaal in de randomizer en daarvan kiezen wij de spelers om het team af te maken. En hierna is de transferperiode over, maar ik heb jullie alsnog nodig. Voor de aankomende wedstrijden, laat jullie tactieken achter. Ik heb jullie nu nodig om niet mijn scouts te zijn, maar om mijn coach een beetje te zijn. De trainers die me helpen voor de aankomende wedstrijden. Welke speler gaat waar spelen? Welke opstelling gaan we doen? Wie moet aanvoerder zijn? Maak het zo gek als dat je wilt. Een verdediger in de spits. Het kan gewoon allemaal. We willen dat liever niet. We willen niet Lukaku op min 26. Doe wat jullie het beste vinden voor Al-Kabappe, waardoor wij kampioen kunnen worden in de Eredivisie. Dus comment er weer op los hieronder. Let's go. We gaan beginnen met de transfers. Oké, jongens, de randomizer is hier. Laten we kijken wat de eerste speler gaat zijn die we gaan halen naar Al-Kabappe. Please. Huh. Koop Grijmel van NAC. Hij is in het echt zo goed en is niet zoveel waard. Ik weet niet wie dat is. Ik heb geen idee. Maar Grijmel gaat me halen. Wie de hel is Grijmel? Wat voor rating heeft hij? Welke positie staat hij? Ik heb echt geen idee. Leo Grijmel, centerback 23. Hij is nog wel jong. Verder heeft hij niks. Oké. Gaan we doen. Ik ben heel erg benieuwd. Hij is 1,9 miljoen waard op dit moment. Misschien kunnen we een speler voor hem wisselen. Ja, of niet. Al onze spelers zijn te duur. Oh, dat gaan we niet doen. Edwin Bakker. Alsjeblieft. Let's go. Wil hem wel, maar 1,6 erbij. Dit dan. Dit is iets beter, toch? Beter bot. Oké, laten we dit doen dan. Nou, jongens. We gaan maar even een grijmeltje halen of zo. Ik ben benieuwd. Hij heeft zeker weten geen game... Is dat Gameface? Wacht. Hallo, hoe dan? Wacht, hè? Waarom heeft een NAC Breda speler Gameface? Kijk hoor. Oeh, hij wil best wel veel. Daar ben ik het niet zo mee eens. Nou man, dit. Oké, prima. Grijmel in de club van Al-Kabappe. Ik weet echt niet wat voor soort speler we hebben binnengehaald met deze gast. Maar jullie weten het, hè? Jullie zijn de scouts. Ik geloof jullie. Weet je, het is wel chill dat we hem hebben voor op zijn minst op de bank dan. Want hij gaat niet zoveel zeuren dat hij alleen maar basis wilt staan. Nummer 3. Wow, hij heeft wel een nummer waarmee die basis hoort te staan. Ah, is op zich wel ziek. Ik ben benieuwd. Misschien is dit gewoon een hele goede aankoop voor ons. Kijken, wat is dit? B? Oké, het is niet geweldig, maar het is niet slecht. Nou jongens, onze eerste speler is binnen dan. Laten we naar de volgende gaan. Oké, de volgende dan jongens. Let's go. Please. Niet zo slecht. Santiago Jiménez heeft goede potentie. Oké. We gaan een Jiménezje doen. Hij speelt toch nog bij Feyenoord, dat klopt toch? Ik ben wel blij dat je zijn voornaam hebt gezegd, want holy moly, wat zijn er veel. Santiago Jiménez. Feyenoord, inderdaad. Oké, hij is wel prijzig, maar niks wat wij niet kunnen betalen, toch? Wacht, wat was zijn marktwaarde? 27 miljoen, wat hebben wij daarvoor? Lukaku? We hebben niet echt een speler voor je, dus laten we gewoon een transfersom bieden. 28 milli. Alsjeblieft, Matty. Is dat genoeg? Oké, wacht. Misschien hebben we dan wel een speler. Wat als we gewoon Jos de Vries doen? Deze 35 miljoen, alsjeblieft. En nog 2 miljoen. Ik wil een beetje moeilijk doen, want jullie zijn Feyenoord. Hier, 1 miljoen. Beter aanbod. Oké, is goed. Let's go. Ja, Jiménez kan best wel goed zijn. Laten we onderhandelen. Hij kan toch niet ook Gameface hebben, of wel? Jawel! Hoe heeft... Al die Eredivisie spelers hebben Gameface. Hij wil minder salaris. 15 doelpunten, dan wil hij 440k. Weet je... Als je er 20 scoort, dan mag je best 350k van me, man. Dan vind ik wel dat je dat verdient. Oké. Dit is ook oké. Doen we dat wel. Is goed. Let's go.
Jiménez ook van Al Kebappé. Ik kan toch niet helemaal wennen aan hoe Kebappé eruit ziet, man. Hij lijkt nog steeds op Stevie Wonder. Maar ook die Bali-gast. Die gast achter de Bali. Die lijkt heel erg op Sadio Mane. Ik denk er de hele tijd aan. En zij... Dat lijkt op iets. Ik weet, een soort van alien of zo. Maar het is oké. Jiménez is van Al Kebappé. Nummer 10. Best wel sick. Ja. Is best oké. Maar wat vindt EA? Wat voor cijfer? Ook een C? Ik vond deze wel wat beter. Nou, laten we naar de volgende gaan. Want we hebben nog meer spelers nodig. Oké, Dustin, we hebben voor jou Jiménez gehaald. Wat gaan we nu halen? Please, wees een beetje oké. Junior Walkzak met Donny van de Bank. Donny van de Bank. Dat kan maar één speler zijn. Maar hij is net naar Girona gegaan. Dus we moeten eventjes kijken of het dat wel kan. Wacht, tenzij dit echt een speler is. Ik ga dat eerst opzoeken, want ik, I don't know. Kijk, is er een speler die heet iets met bank? Ook voor de gein. Wel soort van, maar ik weet dat je bedoelt Donny van de Beek. Ik wilde ook gewoon echt Donny schrijven, man. Ja, hij is ook echt helemaal niks meer waard. 75 reed het nog maar. Oeh. Let's go. We gaan het toch maar eventjes doen. Nee, geen afkoopclausule. Nee. Neem een Owusu. En een kleine transfersom van 1 milli. Voldoende. Neem het. Dat was veel te makkelijk. Oh, gaf ik te veel of zo? Oh mijn god. Donny wil rotatie. Snap ik. Is oké. Donny heeft natuurlijk ook gameface. Iedereen heeft gameface bij ons. Ik hou daarvan. Je gaat er wel op achteruit, Donny. Want je bent geen sterspeler bij ons. Hier, alsjeblieft. Top, let's go. Donny van de Bank, zoals je het noemde, is ook van Al Kebappé. Eigenlijk is het wel een leuke speler om te hebben, weet je. Een Donny van de Beek, dat kan wel. Ooit als een van de grote talenten. Een grote speler naar Man United. En nu bij Al Kebappé, waar hij zijn carrière een nieuwe leven in gaat blazen. Hopelijk, ik hoop het echt. Ondertussen is deze broeder ook al 27. Oh, nummer 7 voor Van de Beek. Dat is echt een heel mooi nummer. Maar ja, mag je die houden? Dat bepalen jullie. Ziet er wel sick uit. Op zich best wel een leuke transfer. Let's go. En een B. Oké, dat hebben we heel goed gedaan. Let's go. Oké, laten we maar doorgaan. Wie gaat de volgende scout zijn? Please. Kom met iets goeds. Koop Endrick en Ronaldo. Oké, we mogen er maar één kiezen. Ronaldo hebben we vorig jaar gehad. Ik denk dat we voor Endrick moeten gaan. Endrick zit ook pas voor het eerst in EA. En hij is echt net aangekomen bij Real Madrid. Hij is wel al lang een speel van Real Madrid. Dus ik hoop niet dat dat een probleem is. We gaan het gewoon proberen. Endrick is best wel een leuk speel om te hebben. We hebben gewoon Endrick en Jamal. Dat is sick. Potentiële topper. Hier gaan we echt een grote speler mee binnenhalen, jongens. Alleen, hij heeft dan weer geen gameface. Dat is jammer. We hebben eventueel een Ali om te geven. Maar laten we eerst gewoon proberen met de transfersom. Want hij is 24 miljoen waard. Waarschijnlijk willen ze veel meer. Maar we gaan eerst eventjes een beetje in die richting vissen. Kijken wat er gebeurt. Kijk, dan is Ali is veel te veel waard. Op zich is dit best wel prima. Maar ik ga het toch moeilijk doen. Hier, dan mag je doorverkoopclausule hebben. En dan doen we iets minder transversum. Bam, let's go. Thanks, Ancelotti. Je bent een beest. Onderhandelen met Endrick. Rotatie, dat is eigenlijk gewoon helemaal prima. Deze dude verdient nu al 94.000 per week, hè. Deze dude is 18. Wat de hel? Oh, Endrick heeft wel gameface. Hé, dat is sick. Wacht, dat zag ik niet goed. Even 80.000 en 80.000, alsjeblieft. Let's go. Endrick is ook van Al Kebappé. En dat is wel een hele grote transfer, jongens. Dat gaat een grote worden. Kan hij concurreren met Anthony? Dat weet ik niet. Maar hij gaat het proberen. Hij kan spits aan, maar ook rechtsbuiten. En ja, Anthony staat toch wel echt rechtsbuiten. Anthony is wel een goeie. Laatste wedstrijd heeft hij dat echt laten zien. Alleen Lakaka is zeker weten wel vervangbaar, man. We hebben dus nu een centrumverdediger. We hebben Santiago Jiménez. We hebben Endrick. We hebben Donny van der Beek. We hebben best wel goede verschillende posities. Ik zou nog wel wat meer middenvelders of misschien verdedigers willen hebben. Want nu hebben we alleen maar aanvallers. Kijken wat EA hiervan vindt. Een A. 100% een A. Had ik ook gegeven, man. Uitstekende deal. Tot nu toe ben ik heel tevreden met waar jullie mee komen, jongens. Laten we doorgaan. Doe nog maar even een verdediger of zo. Kom op. Matthias Delorge van Gent. Ik ben raar. Ik ga kijken wie dat is. Want ik heb eigenlijk geen idee. Wacht, heeft die dude ook in de Eredivisie gespeeld? Die naam zegt me wel wat. Een center mid. Oh nee, dit is een hele andere Delorge. Ik weet dat er eentje in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar dit
20 jaar, CM. Oké, dat ziet er wel uit als een goeie. Hij is kei lang, 1,89. Hier, nemen jullie even Jimmy Kramer en wat geld. Geen Jimmy Kramer, wat een doorverkoopclausule voor jullie, man. Dat mag wel, maar wel minder geld dan, alsjeblieft. Oké, de spanning wordt hoog. Ga toch irritant doen, want dat ben ik. Ah, 1 euro minder. Zo moeilijk kan je niet doen, toch? Bro, het gaat om 1 euro. Waarom doet hij moeilijk? Ik wil iets winnen. 1% minder doorverkoopclausule. Ik doe dit voor jullie. Ik word helemaal live van deze man. Wat is hij een... Maar goed, wij willen de loge, dus wij halen de loge. Oh, ik had het zo afgezegd als het voor mijzelf was, man. Oké, deze gast kan nooit gameface hebben. Ofwel? Ik weet niet hoe die eruit ziet in de echt, dus het zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Kandidaat, is dat oké? Sporadisch, oké. Wel fijn dat iedereen gewoon salaris wilt inleveren om hier te spelen. Iedereen wil graag komen, dat snap ik. Maar ik ga heel moeilijk doen. Hopelijk wijst hij dit niet af gelijk. Oké. Dat is op zich oké, maar ik wil even wat minder. Hier, 7k dan. Goed, let's go. Ook de loge is van Al Kebappe. Laten we hier nou eventjes kijken of de bank even een beetje goed gevuld is en hoeveel we nog moeten. Want, proostjes, ik ben alweer vergeten hoeveel spelers we hebben gehaald. Ik ben zo vergeetachtig. Nummer 15 voor de loge. Dat is een sick nummer. Hij is dus center mid, maar hij is ook verdedigende middenvelder. En dat hebben we eigenlijk wel nodig. Hij is ook kei lang, dus waarom niet ook gewoon op centerback zetten af en toe? Ik denk dat dit, een A, inderdaad. Het is een multifunctionele speler, wat we eigenlijk wel nodig hebben. Laten we eventjes kijken naar ons team management. Dus we hebben eindelijk 9 spelers voor op de bank. Dat is top. Dus we moeten er nog 1, 2, 3, 4. We moeten er nog 4, want we moeten nog 4 spelers vervangen. Is goed. Laten we doorgaan dan. Kom maar door met al die goede namen, man. Dit was ook weer een leuk spel om te halen. Laat deze volgende ook gewoon goed zijn. Kom op. Ben je live op Twitch of YouTube? Koop please Thorgan Hazard. Of Paul Nardi. Jentjes fan, we gaan proberen Thorgan Hazard te halen. Vorige keer was het niet gelukt door salarisproblemen. Oké, dan hebben we extra goede reden om Thorgan Hazard te halen. Waar speelt deze broeder op dit moment? Speelt hij sowieso nog? Jawel, waar speelt hij? Anderlecht. Ik had geen idee. Maar is goed. Gaan we doen. Thorgan Hazard. Ik heb geen idee hoe goed hij nog is op dit moment. 77 rated. Dat is... Oké. Ben jij toevallig een keeper? Yamashita. Ik denk het wel. Kom maar. En 3,5. Oké, dat is niet verkeerd. Maar we gaan moeilijk doen. Want dat is ons leven. Dit. Gaan moeilijk doen. Dat doe jij ook. Hoppa. Let's go. Oké, nou, dit gaat makkelijker dan verwacht. Vorige keer ging het allemaal een beetje lastig. Koning de Winter. Dat was zo'n drama. 29k. Hier nog eens 20k. Alsjeblieft, neem het maar. Oh, Thorgan Hazard is van Al Kebappe. Het is niet echt een Eden Hazard. Maar hey, het is alsnog een Hazard. Dat kan niet slecht zijn. Nummer 16 voor Hazard. Ziet er best wel sick uit. Sowieso, dit shirt staat mensen zo goed, hè. Ik wil dat shirt in het echt. Holy moly, bro. Pet Park, man. Waarom abonneer je nu? Ik schrok me dood. Ik ben aan het opnemen, man. Een A voor Thorgan Hazard. Wat een moment om te abonneren. Als jullie random in de filmpjes willen komen, moeten jullie gewoon abonneren. Ik ben gewoon aan het opnemen en ik krijg nog steeds die meldingen. Laten we naar de volgende gaan, jongens. En let's go. Haal Sam Lammers erbij gisteren gescoord tegen Man United. Ah ja, dat was een mooi doelpunt. Dat was inderdaad sick. Wat ik ook echt heel sick vond, was de commentator die zo reageerde toen ze scoorde. Dat was zo mooi. Het hele moment werd mooi gemaakt. Sam Lammers, we gaan het doen. Wel weer een aanvaller, maar hey, het is wat het is. Jimmy Kramer en wat geld, Mattie. Hey, Jimmy Kramer, oké. Doe wel even wat minder geld, Mattie. Hou op. Normaal. Hier, je wilt de doorverkoopclausule ook? Even normaal. Precies. Let's go. Onderhandelen. Zal hij een gameface hebben, Sam Lammers? Nee, toch? Volgens mij wel. What the hell? Wat is EA goed bezig? Sporadisch. Ja, er zijn wel heel veel spitsen. Dus ja, ik snap dat. Wat zit je er zenuwachtig bij, man? Rustig aan. Komt goed. Oh, alsjeblieft. We gaan wel moeilijk doen, man.
Bam, let's go. Sam Lammers is ook van Al Kebab, hè. Zoveel spitsen. Zoveel spitsen. Ik weet niet hoe we ze allemaal het speeltijd gaan geven, jongens. Maar ik wil ze zeker weten allemaal een keertje proberen. Dit is toch wel een goeie. Dit is oké. Okay. Ja, wat is het? Ik weet het eigenlijk niet. Boom, B. Dat is hoog. Ah. Goed gedaan, jongens. Nog twee, jongens. En dan zijn we klaar. Dan is het team voor nu volledig. Gaan we naar de één na laatste. Please, wees oké. Middenvelder. Gavi of Pedri? Wacht, dat is middenveld. Gavi of Pedri? Ja. I don't know. Weet je, omdat je eerst zegt Gavi, dan doen we wel Gavi. Komt goed. Wat voor rating is op dit moment Gavi? Pablo Gavi. 83. Oh. Dat is best wel sick. Niet een heel goedkope speler voor ons, maar dat mag ook wel een keertje, toch? Een speler van 71,5 miljoen marktwaarde. Oké, laten we kijken. Neem Ali en 35 miljoen. Please. 60 miljoen erbij? Holy moly. 49 miljoen erbij. Oeps, sorry man, niet boos worden. 56 miljoen. Oké, ik was even bang dat hij het wilde afkappen. Jullie zagen de spanning niet, maar de spanning was hoog. Het geld hebben. Dus op zich hoeven niet heel moeilijk te doen, maar ik wil het wel goed doen. Gavi, belangrijk. Cruciaal, oh sorry man. Salaris. Neem nog maar 100k. En nog iets van 90k. Alsjeblieft, dat is toch wel goed. Gavi ook bij Al Kebab. Dat is wel een sterraankoop, jongens. Eigenlijk direct voor de selectie goed. We hebben een Joelinton. We hebben een Gravenberg. En ik weet niet eens meer wie die derde middenvelder was. Maar we hebben die spelers. Gavi maakt zeker kans om een basisplekje te krijgen. Maar dat ligt natuurlijk ook in jullie handen. Hè? Jullie bepalen wie er gaat spelen vanaf nu. Dus vergeet niet je tactieken in de comments achter te laten. Zo fijn dat er geen wenkbrauwduwt meer staat. Gavi nummer 7. Wacht, Donny van de Beek had nummer 7. Gavi neemt er gewoon over. Oké, is goed. Boeit hem echt helemaal niks. Wat een aankoop voor ons. Jamal Ali weg. Het is wat het is, Mattie. Een D. Gavi laat maar zien dat het geen D is. Wie was onze derde middenvelder? Reinders. Oh, hoe kan ik Reinders vergeten? Oh, Reinders wordt niet zomaar vervangen, man. Dan wordt het tijd voor de laatste transfer voor nu. Laten we kijken wie dit gaat zijn. Ik ben heel benieuwd. Let's go. Wie is de laatste comment? Het is Timma met Camavinga. En dat is natuurlijk een hele goede speler. Timma, we gaan dat doen. Ik ben Camavinga en het is echt ook zo'n goede speler, man. Ook een hele multifunctionele speler, man. Alles kan niet. Hij kan zelfs op doel staan. Wel, heel duur. Zijn afkoopclausule? Niet normaal. Holy moly, 165 miljoen, nee. Zo gaan we wel een beetje door ons budget heen. Hier, nemen jullie Meijer en 70 miljoen, alsjeblieft. Kom op. Tuurlijk hoeven ze Meijer niet, dat snap ik heel goed. Spanning is in één keer heel hoog al. Oh, 107 miljoen dal. Dat is best wel veel hoor, Ancelotti. 97. 99. Oké, we doen het. Spanning is te hoog. We gaan het doen. Ik wil Camavinga. Let's go. 99 miljoen voor Camavinga. Bijna 100 miljoen. Maar wat een speler is Camavinga. Ik wil hem heel graag. Ik ga hem ook gelijk basis zetten als we hem hebben, man. Ik vind dit zo'n goede speler om te halen. Zijn gameface ook sick, man. Let's go. Cruciaal. Anders niet, man. 5 doelpunten. Ja, is goed. Ja, ik geloof toch niet echt dat je doelpunten gaat maken, toch? En dan wel wat salaris en zo inleveren. Dat. Ja, maar die bonus mocht je juist hebben. Dat maakte me echt helemaal niks uit. Oké, dan haalt hij nu weg. We accepteren dit gewoon. Camavinga is van Al Kebab. Wat een speler. Ik ben hier best wel trots op. Hier ben ik echt fan van. Dit is zo sick. Dit is zo sick. Oh, wat is dit vet. Camavinga op de loopband. Wat een sterspeler. Kijk, hij krijgt natuurlijk ook weer die sterspeler animatie en dingetjes allemaal. Dit is echt te goed. Welk nummer? 19. Oh, hij moet wel een beter nummer, jongens. Welk nummer gaan we hem geven? Dit is zo sick. Transfer in 99,7 miljoen. Zo duur. Maar het is oké. Omdat het Camavinga is. Een A. Kan niet anders. Wat bedoel je? Wat de hel? Maar jongens, dat betekent dat het team nu volledig is. En dat we gewoon wedstrijden kunnen spelen. Dus
Voor nu is het zaak dat jullie in de comments laten weten wat de tactieken gaat zijn, waar spelers spelen, rugnummers, aanvoerder, vrije trappen nemen, wat jullie ook maar willen. Per wedstrijd doen we een nieuwe tactiek. Dus elke keer weer iemand anders van de randomizer die wordt gekozen om de tactiek door te geven. Dus alleen maar leuk. Laten we voor nu gewoon een beetje de spelers testen en een beetje wedstrijden spelen. Oké, ik moest even tussendoor weg, dus het is nu een ander moment dat ik dit opneem op dezelfde dag. Maar we gaan wat wedstrijdjes natuurlijk spelen. Laten we een paar in ieder geval hebben gespeeld. Bot ontvangen. Ja, nee, laten we nog even een beetje moeilijk doen. Alsjeblieft, dat is prima. Oh, wacht, ik heb nog helemaal niks gedaan met de jeugdscouts. Oh, dat wilden we wel doen. Elf van de Meer, 5-ster, 5-ster. Laten we hem gooien in... Weet je, I love Japan, laten we hem in Japan gooien. Papa. Even 9 maanden weg, man. Welke positie? Kan je meerdere doen? Ja, dat kan. Is goed. Goed. Nog eentje, we hebben wel 4-ster, 5-ster. Waarom niet? Nog eentje dan. Deze gaat wel in Europa natuurlijk. En die gaat natuurlijk naar... Deze. En dan... Oh, echt dit land? Zo goed? Geen idee waar ik hem naartoe heb gestuurd. Doe maar aanvallende middenvelden en spits. Dat is oké. Okay. Waar gaat hij naartoe? Portugal, dat is oké. Oké, 2 vind ik wel eventjes genoeg, man. Ik wil verder. Misschien dat we later nog eentje erin gooien. Ja, 12 en... Ja, dat is prima, man. Wedstrijddag tegen Heracles. Kijk, Kamavinga moet sowieso eventjes dan hier zo. Dan moeten we een beetje een basiself gaan creëren, jongens. Ja, ik wil natuurlijk wel Kamavinga erin hebben. We hebben zoveel goede spelers. Misschien Gravenberg toch op de bankie dan voor Gavi. Laat maar eventjes gewoon zo vastzetten. Dat lijkt mij prima. Dat is voor nu even de basis 11 waarvan we gaan creëren en dan verder gaan spelen. Zullen we deze gewoon spelen? Ik denk dat we deze gewoon gaan spelen, jongens. Kom maar op. Zie ik toch wel een moeie Lukaku. Dat moeten we maar wisselen. Laten we kijken met... Jimenez mag wel proberen. De rest kunnen we ook wel een beetje de inwissel. Gremmel is nog steeds moe. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Deze man is sowieso uitgegaan. We hebben nog steeds geen linksbackup, rechtsbackup bijgehaald. Oh nee. Ja, we kunnen gewoon tijdens de wedstrijd kunnen we wisselen. Laten we zo starten. We doen deze aflevering 2 wedstrijden. We doen wel Heracles en hierna nog even een wedstrijdje. Volgens mij was het Feyenoord. En dan is het wel eventjes velletjes. En dan heb ik jullie zometeen nodig om de tactieken in de comments te zetten. Zodat we tactieken kunnen spelen, jongens. Let's go. Ik weet trouwens niet of we iets van Champions League of zo spelen. Ik heb geen idee. Alkebappe, Heracles. Let's go. Kamavinga. Reinders. Ho, Reinders. Ik ben nog steeds fan van Reinders, man. Hier, Anthony. Anthony. Oh, Anthony, goed. Op Reinders. Buitenkant voet. Jammer, man. Reinders erg gevaarlijk deze eerste helft al. Gavi. Oeh. Bal op Anthony. Helemaal niet helemaal geweldig, maar Anthony heeft hem nog. Jutalo. Anthony, buitenkant voet. Reinders in de weg. Reinders scoort veel liever zelf. Hij gunde het Anthony totaal niet. Maar dat is helemaal oké. Reinders mag. Let's go. Dat is 1-0. Dat is een vroege 1-0. Gavi. Jamal. Jamal. Oh, geen schotkracht erachter, man. Limbomba. Maar daar is Sutalo. Netjes Sutalo. Loop, Jimenez. Welke been is Jimenez? Ik weet dat niet eens. Oh, Jamal heeft hem. Anthony. Anthony, je moet wel koppen, man. Oké, okay, daar gaan ze hoor. Schok me dood, Matty. Oké, okay, Gavi, goed. Reinders, Jamal. Santiago. Oh. Is hij links? Ik weet het niet. Laat me het even opzoeken, man. Welke been ben jij, Matty? Links, oké. Okay. Sorry. Eerste helft, 1-0. Verdiend. Mager, dat vooral. Laten we eventjes wat wisseltjes doen. Wil eventjes wat spelers gebruiken. Jamal is moe. We gaan een Hazardje gaan we erin doen. Wie nog meer? Een Van de Beek. Ja hoor, we gaan Van de Beek gewoon proberen. Een Delorsje gaat ook gewoon proberen. Maar wacht, nee. Wacht. We willen Kamavinga houden. Hoe gaan we dat fixen? Zo, gaan we dat fixen. We gaan een beetje gewoon dingetjes proberen. Hernandez op centerback. En druk erin. Wacht, nee. Doe maar eventjes Hato wisselen, want Hato is moe. Hoe is Hernandez nog helemaal niet moe? Hier, Machida. Zo, doe het zo. Ferry, prachtig. Let's go. Wil een beetje even van alles en nog wat proberen. Lekker Donnie. Zo zie ik het graag. Endrik. Goeie paas. Loop maar, Hazard. Hazard! Moet schieten, Matty. Goed, Donnie. Oh. Oh, wat?
goal. Santiago Jiménez geeft hem af op Hazard. En daar gaat mijn controller. Ja, de hele tijd dat ik weg was, had ik wel mijn controller aangelaten. Dat was misschien niet zo slim. Volgende controller. Goed, Donny. Hendrik. Wat een bal. Oké. Hou hem voor je. Hop. Oh, mis. Hop. Oh, mis. Oh, nee. Ik dacht even dat hij een penalty wilde geven, man. Woe. Machida. Kama. Goed. Dolores. Oké. Gavi. Die bal. Jiménez. Wat een goal. Wat een goal. Wat een debuutgoal voor Jiménez. Kijk, de boys even gaan. Let's go. We hebben gewoon een goed team. Goed, Dolores. Niet goed. Wel goed. Donny. Ook goed. Hendrik. Oké. Daar gaat Jiménez weer, hoor. Niemand bij hem. Hendrik wel. Gavi. You know. Let's go, Gavi. Gavi speelt ook heel goed. Hij verdient dit. Kan ik nog meer wissels maken? Ik wil nog meer wissels maken. Lammers gaat erin. En hebben we eigenlijk alleen Keimel nog niet geprobeerd. Maar dat mag niet. Keimel, jij mag niet. Oh, nee. Oh, nee. Nou. Hoe die bal doorstuiteren naar zijn mattie daar. We gingen zo goed. Leuk, man. Leuk. Shoot a low, man. Pak gewoon een kiddie bal. Hazard. Wat een paas. Maar Lammers. Lammers, je bent snel. Je bent keisnel. Maar. Dolores. Goed hoor. Donny. Ook goed. Doorgaan. Goed. Gavi. Goed. Doorgaan. Naar binnen. Hendrik. Wauw, dat was heel scheef. Gewoon met doorgaan moeten schieten. En dat was het voor deze wedstrijd, jongens. Easy peasy. Alleen een beetje jammer van tegendoelpunt, maar 4-1 is prima. Op dit moment, erg fan van Gavi, man. Hij speelt echt sick. Donny trouwens ook. Wat zijn nou die trainingsplannen, bro? Ik snap er echt geen zak van. Gaat nog een speler weg, hè? Wat zijn jouw wenkbrauwen? Ja, waarom ziet hij er zo uit? Die gasten zijn zo lelijk. Ik ben zo blij dat jullie weggaan, man. Ga jij lekker naar Juventus, man. Wacht. Ik zag team van de week. Waar is dat? Hier. Wie zit er van ons in team van de week? Camavinga, Hazard, Gavi en Jiménez. Sick, man. Oh, dat is leuk. Camavinga ook gewoon op linksback. Omdat we daar maar gewoon 2 minuten op linksback hebben gezet. Maar is goed, man. Even kijken. Iedereen heeft volle conditie. Dat is fijn. Maar ik wil toch eventjes... Er is maar 1 speler die we nog niet echt hebben geprobeerd. En dat is Krijmel. Machida... Voor Machida. Oké. Krijmel, jij krijgt nu jouw kans, man. Pak hem. En misschien even Jolinton voor Reinders proberen. Oké, daar gaan we. Wedstrijd spelen. Krijmel, please, wees een beetje goed. Ik weet echt niet wie jij bent. Please. In de Kuip. Oké. Jiménez tegen zijn oude club. Score eventjes een doel. Oh, wacht, hij zet wissel. Never mind. Laat maar. Ik was het alweer vergeten. Nee. Hoe gaan ze al gelijk? Goed, Krijmel. Daar zit je tussen, hoor. Goed, Theo. Theo, loop maar door. Oh nee, nu is hij weg. Wacht, is dat de... Oh, Theo is heel snel terug. Wauw. Goed, Keimel. Weer goed. Oh nee. Weg. Oeh. Oh nee. Wat een kopbal, Jolinton. Geen penalty maken. Oeh, Sutelo. Goed. Laten we gaan. Met Anthony. Anthony. Wat een snelheid van Anthony. Lakaka. Schiet hem op doel, man. Anthony, je moet echt zo snel doorrennen nu. Dat doet hij ook. Dat doet Anthony. Please, Anthony. Met zijn ECR zakkenbeen. Ik dacht, ik kan wel buitenkant voet schieten, maar dat heeft echt geen nut. Noem een voorzet. Dat is echt een goede bal, hoor, Anthony. Hoe zat hij niet? Grijmel, wauw. Wel een goede kopbal van jou, man. Doe maar gewoon een sprintje, inderdaad. Lakaka. Oh! Oké, die zou zo misgaan, maar gelukkig houdt die verdediger hem tegen. Anthony. Ook niet. Oké. Op Hato. Hato. Oh, Lukaku. Ik weet niet wat... Lukaku, je kijkt ook zo dom uit je ogen, man. Oh, het is niet eens een corner.
Akaka, wat doe je? Jolinton, goed. Anthony, altijd goed. Akaka. Hij beweegt zo traag, man. Bro, hoe kan je zo traag zijn in je leven, man? Eigenlijk iemand in de spits hebben met de pace van Hernandez. Want die Hernandez is zo bloedsnel. Oh mijn god. Akaka. Jamal, gaan we door. Gaan we hoor. Schiet maar. God. Pittige eerste helft of zo. Ik wil nog even geen wissels doen. Ik wil nog eventjes kijken hoe dit gaat. Maar het ziet er niet goed uit voor Lakaka, man. Goed, Kama. Goeie bal ook, Kama. Lakaka. Bro, oké, vrije trap, vrije trap. Hebben we iemand die een vrije trap kan nemen? I don't know. Als ik hiervoor een wissel moet doen die wel vrije trap kan nemen, dan doe ik dat. 75. Nee, 75 is niet het hoogst, toch? 75 is absoluut het hoogst. Wat kan ik wisselen? 79. Hazard moet erin. Antonietje, man. Je gaat wisselen. Ik ga Jamal ook naar de andere kant gooien. Wacht. Waarom doet hij die wissel niet? Theo, dit is jouw moment dan. Waarom doet hij die... Ik doe letterlijk die wissel alleen voor dit. Theo, dit is jouw moment. Wat de hel? Kan ik die wissel nog cancelen? Absoluut. Het is niet meer nodig. Hazard, het hoeft niet, man. Laten we wel eventjes een Gravenberger inbrengen voor Joelinton. Want die had vorige wedstrijd ook niet gespeeld, hè? Lakaka, ga jij maar weer even wisselen voor Jimenez. Ik wil even dat Jimenez scoort tegen Feyenoord. Vind ik leuk. Hey, Anthony, blijf jij maar aan de linkerkant. We zien wel. Wat een goal hier van Hernandez. Ik heb nog nooit zo'n goede vrijtrap gescoord in mijn hele leven niet. Jimenez, ga je dan? Oké, lukt niet. Jamal. Mal, waarom ben je zo scheef in dit spel? Goed hoor, jongens. Jimenez. Doe maar. What the hell? Dat was een goal, man. Gravenberg. What the hell? Waarom liet hij hem langzaam heen gaan? Lamal. Jamal, sorry. Dat gaat nog heel vaak gebeuren. Kom op, Lamal. Jamal, bro. Oh nee. Oh, daar is ruimte. Nee! Verbrugge, wat een redding, vriend. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Nee, man. We gingen zo goed. Jamal, Jamal, score nou eens een keer. Wow, waarom heeft hij zo'n moeilijke naam? Kruimel, goed, man. Oké. We moeten, jongens. We moeten niet. We moeten helemaal niet. What the hell? Jamal, bro, je bent niet goed in het spel, man. Helaas. Shida, ga je ook maar even voor Grijmel, man. Ik ben helemaal klaar met Grijmel. Nou, jongens. Top, hè, dit. Mijn god. Ik heb echt jullie tactieken nodig, jongens. Jimenez. Scheids, zijn moeder. Wacht, wat? Is dat rood? Dat is... Oh, tweede geel. Dit is het moment. Hendrik. Nee, Hendrik. Gavi. Gavi. Kavi! Oké, jongens. Dat was het voor deze aflevering. Ik kan wel janken. Ik ben misschien ook wel te moe om te spelen. Het is een helaas. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet in de comments jullie tactieken achter te laten. Jullie opstellingen. Alles, maak het zo gek mogelijk. En ik zie jullie allemaal heel snel. Bye bye.